geïnformeerd worden. Klap, klap. Dit is mijn machine. Ik heb het gekocht toen ik 8 was. Is mijn machine dus gekocht voor mijn verjaardag. Ik had gespaard ervoor met al mijn verjaardagsgeld heb ik het gekocht. Want het jaar daarna zou ik op naailes gaan. En toen ik op naailes ging gaan, ben deze vrouw iets namelijk vergeten. Maar ze maakte echt hele mooie trouwjurken en al dat soort dingen. Maar ik maakte al altijd kleren met mijn oma. En ik bedoel, dat was altijd heel leuk om te doen. Dus ik wou het altijd al doen. En dus nu weet ik al dat soort dingen te maken. Jurken en kleding en balletpakjes. En alle soort hele, hele raar uitziende monstrosities van kleding. En vaak genoeg, als ik een broek breek of een t-shirt, dan maak ik het ook gewoon zelf weer. Ik denk, als je kleren zelf maakt of zelf weer maakt, hermaakt zou je kunnen zeggen, of oude kleren weer opknipt en iets nieuws ervan maakt, dan kan je zuiniger leven met kleding en stuff. Bijvoorbeeld, je kan ook gewoon een heel goedkoop t-shirt kopen bij de Chinees en het laten drukken met een logo van een superhero. En dat is al heel epic. En je hebt super weinig geld gebruikt, want op het internet zijn superhero t-shirts echt heel duur. Echt heel erg duur. Maar, ja. Dus soort van op die manier leef je dan. Het hangt er vanaf hoe ik omga met geld en welke situatie ik ben. Bijvoorbeeld nu ga ik heel goed om met geld. Maar als ik op vakantie ben en ik heb gewoon een hele maand lang gespaard voor wat ik ga kopen, dan gooi ik echt al mijn geld, gebruik ik echt al mijn geld in één vakantie. En ik bedoel, dat is niet goed, maar ik bedoel, het is leuk dus. Maar ik ben wel zuinig met geld hoor. Het hangt er vanaf hoe ik me voel. Ja. Yeah. Klap, klap.